Vandaag vertrekken de deelnemers van een pilotvakantie naar Gran Canaria. Voor de reis waren 45.000 gegadigden, maar er mogen er maar uiteindelijk 180 mee. En twee van die gelukkigen bleken alsnog niet mee te mogen vanwege een positieve uitslag op de luchthaven Schiphol. ANWR-voorman Frank Oostdam over het reisexperiment. We doen dit om straks op een goede manier ook onze klanten, maar ook individuele reizigers, goed te kunnen voorlichten wat je moet doen, wat je niet moet doen. En daarom zijn deze reizen. En het feit dat nu dus twee mensen toch zijn ontdekt dat ze besmet waren voordat ze het vliegtuig instapten, bewijst dat het systeem werkt. En we hopen veel van deze reis te leren. En ik hoop dat de mensen die nu een week naar Gran Canaria zijn een perfecte vakantie gaan beleven.